Kasteel De Haar werd tussen pakweg 1892 en 1912 herbouwd op de resten van een middeleeuws kasteel. En het werd herbouwd als een riant buitenverblijf voor de familie van Zuylen van Nijenveld. Ieder jaar in de maand september kwamen er gasten naar De Haar die dan groots en meeslepend konden verblijven in deze prachtige ambiance. En dat waren niet de minsten. Adelrijke industriëlen, en later kwamen er ook filmsterren, schrijvers. Echt een hooggeëerd publiek kwam hier. Als de gasten hier in september kwamen, dan was er natuurlijk een heel leger aan personeelsleden nodig. Die alles in goede banen moesten leiden. Hè? Keukenkoks, patissier kwam er mee, noem allemaal maar op, linnenmeisjes. En die verbleven dan op de personeelsverdieping. En die hebben we gelukkig met hulp van het Parelfonds van de provincie Utrecht kunnen restaureren onlangs. Het was zaak dat het personeel alles verzorgde, maar toch zo min mogelijk zichtbaar was. Er waren overal wenteltrapjes, kleine gangetjes waar ze eigenlijk min of meer ongezien bij de kamers en bij de gasten konden komen. Dus een parallele wereld van dienstbaarheid eigenlijk. We zijn ontzettend blij dat de personeelsverdieping hebben kunnen restaureren. Het ziet er perfect uit. En nu kunnen we het openstellen voor het publiek, zodat iedereen ervan kan genieten. Daar zijn we heel erg blij mee.